Minister Robert Peneu van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur zegt dat de scholen op 2 oktober normaal beginnen. Hij heeft op een persconferentie vandaag aangegeven dat het ministerie hard werkt aan kwaliteitsverbetering. En in dat kader zijn er wat maatregelen genomen. Onder meer zijn de ongebreidelde overuren teruggebracht, zegt minister Peneu. Hij geeft aan dat er ordening is gebracht in de overurenkwestie. Leerkrachten dienen 28 uur per week les te geven. Ze mogen maximaal 35 uur maken, waardoor niemand meer dan 7 overuren zal hebben. In het nieuwe systeem zullen dus jonge leraren die part-time op de scholen zijn en die voltijds willen komen, de gelegenheid krijgen om nu voltijds in te stromen. Maar de gelegenheid wordt ook geboden dat leraren zich nu beter kunnen concentreren op hun taken en dat de kwaliteitsbewaking binnen het onderwijs gehandhaafd is. Belangrijk is, dames en heren, dat het van belang is dat uiteindelijk met het maximum invoeren van 35 uren het niet automatisch zo is dat ieder leraar recht heeft op overuren. De minister zegt verder dat er een besluit is genomen ten aanzien van de onbevoegde leerkrachten die hun akte niet binnen de afgesproken periode hebben gehaald. Die leerkrachten zijn ontslagen. Peneu benadrukt dat het ministerie ernaar streeft om alleen met volledig bevoegde leraren te werken. Het onderwijs is een beroep waarbij we werken met het cognitief vermogen, kennis van kinderen. Het is geen pitje pitje plein. Wanneer wij naar de arts zouden gaan, gaan wij ook niet van een halve dokter medische behandeling willen. Wanneer we in een vliegtuig stappen en we zouden horen dat de piloot geen vaardigheden en brevet heeft, gaan we ook niet in een vliegtuig springen. Wij gaan uit van bevoegdheden die mensen op papier kunnen tonen. En wanneer die bevoegdheden zijn getoond, dan kunnen we zaken in heroverweging nemen. Ik heb het ook al gezegd, wanneer betrokkenen, en ik wil niet mevrouw Welles bespreken, ik praat over het totale apparaat. Wanneer betrokkenen kunnen aantonen dat ze het diploma bezitten en dat diploma kunnen brengen, dan zullen we de zaak wederom bekijken. Op dit moment is er geen diploma boven water gekomen. Dus als betrokkenen is ontslagen, dan is betrokkenen ontslagen volgens de richtlijnen gegeven binnen het ambtelijke en de kwaliteitsvereisten die gelden. Tot zover minister Robert Peneu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De bewindsman gaf vandaag op een persconferentie aan dat de school op 2 oktober normaal begint. Verder treft het ministerie maatregelen die moeten zorgen voor kwaliteitsverbetering.